Als derde punt wil ik graag even noemen dat we ook allemaal bedoeld zijn. Ja, wij zijn bedoeld, ja, natuurlijk voor om iets rijks te omvatten, maar er zit ook nog van alles in je hoofd. En datgene wat er in je hoofd zit, ja, dat kan je symbolisch voorstellen als een cirkel. Dat is je lichaam dus. En dat lichaam, dat in een middenste cirkel, daar kan je dan een soort van beslissing, een vrije wil ontdekken. En dat is de ziel. We hebben een ziel gekregen, mensen. We hebben een ziel waar we mee kunnen kiezen naar de werkelijke binnenkant. Dat is nog een middelste, de kern eigenlijk, die werkelijke liefde. Of we kunnen kiezen naar het oppervlakkige lichaam. Iets wat gemakkelijk gaat en wat de meeste mensen eigenlijk doen, die kiezen voor de brede weg. En die gaan gewoon naar die buitenste ring. En dan doen ze alles wat lekker is en fijn is en prettig is. En daar zit een verschil in. Je kunt het eigenlijk zo voorstellen. Ik heb het hier in het schemaatje staan. De geest, de ziel en het lichaam. De binnenste is de spirit, de geest. Dan kom je in de ziel en dan kom je in het lichaam. Dat is een schematische voorstelling die ik voor het eerst in 2006 in de Filipijnen tegenkwam. Een heel simpel tekeningetje eigenlijk. En ik heb het heel vaak opnieuw getekend. Hier heb ik het ook nog. Een heel groot schoolbord. Ja, je ziet eigenlijk dat er hetzelfde staan. Je ziel, spirit en lichaam. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Dat je die driedeling door gaat krijgen. Want die heb je niet voor niks gekregen. Je moet het ergens inzichtelijk maken. En dat kan je doen door middel van een tekeningetje te maken. Een tekeningetje van, ja, hoe gaat dat denken eigenlijk? Dan kan je het zeer letterlijk nemen. Kan je precies laten zien van zo ziet een hart eruit of zo ziet dit eruit. Maar daar hebben we helemaal niks aan. Dat kunnen we helemaal niet bevatten. Houd het maar simpel. Gewoon drie cirkels. Dat is alles. Tot zover.